There is a crypto winter, but the rate of innovation in blockchain country is accelerating. This week I discuss a Dutch video how Albert Heijn, the largest supermarket in the Netherlands, is using blockchain to track and trace the production of their orange juice from Brazil to the Netherlands. So everybody, including the consumer, can see how it was produced and if it's safe and sustainable. Then Tyken, the ICO which won the Big 18 award, shows how you can prove and own your own digital identity on the blockchain. They started with refugees, but it's important for everybody. I will also go to the Crypto Challenge Forum in London from October the 28th to the 30th. I will lead a forum on radical innovation in the blockchain economy. Come if you like it and join. 1500 people with 50 speakers, lots of applied blockchain cases from 12 countries, organized among others by the visionary Vinny Gupta and speakers like Roger Ver and Steve Wozniak. Then we go to Dutch. We hebben allemaal gezien hoe Elon Musk met zijn tweets uit de bocht vloog. Hij wilde het bedrijf van de beurs afhalen, beledigde de Thaise hulpverlener en Mark Schreurs van Mr. Green, die in Nederland meer dan 1200 Tesla's heeft uitgeleased, was erg bezorgd. En hij vloog naar Tesla en sprak daar met officials. Wat vinden ze daar van Elon Musk? En vooral, hoe gaat het daar met de Model 3 productie? En komen ze ook naar Nederland? Hij maakte een filmpje ter plaatse en ik interviewde hem daarover. Dan, in Nieuwsuur, sprak ik over TomTom. Dat ging 25% naar beneden in één dag, omdat Nissan Renault besloot om Google Android in de auto te stoppen in plaats van TomTom. Is dit een doodslag? Samen met Matthijs Bouwman besprak ik de grote kansen en bedreigingen van het bedrijf. Ik maakte ook een video van 12 minuten van de making-of. Kun je zien wat ze nou aan mij vragen en wat er uiteindelijk in zo'n rapportage overblijft. En Gilbert, oprichter van CM.com, een top innovatief bedrijf wat miljarden veilige berichten en payments doet over de hele wereld, including ING, Google, Microsoft, ging naar China om de toekomst van betalen te analyseren met 40 grote retailers. WeChat en Alibaba nemen daar de hele keten, maar ook de mobiele telefoon over. Geen appstores meer, maar alleen nog micro-apps binnen WeChat. Google en Apple zijn machteloos, net zoals de banken. Maar betalen gaat vlekkeloos, goedkoop en snel. Is dit een voorbode voor het Europese systeem? En we vroegen jullie vorige week hoe lang de crypto-winter nog ging duren. Volgens Galaxy Digital, de CEO Wall Street biljonair Michael Novogratz, is er nu een dieptepunt met seller fatigue. En het gaat nu weer omhoog. De uitslag van jullie is iets negatiever, maar 66% verwacht dat het binnen een jaar over is en dat de koersen weer omhoog gaan. We zullen zien. Tot volgende week.